Als je aan een ziekenhuis denkt, denk je natuurlijk aan het beter maken van mensen. Maar denk je ook aan alle technologie die daarbij kijken komt. Van röntgenapparaat tot hartslagmonitor. Allemaal vormen van technologie waar ziekenhuismedewerkers dagelijks mee werken. Mijn interesse is gewekt en ik mag een kijkje nemen achter de schermen. Ga je mee? Mijn naam is Janine Cornelissen. Ik ben 43 jaar en sinds 2001 werkzaam hier op de NICU in het vrouw-kindcentrum in de Isala. Wat is NICU precies voor afdeling? De NICU is een afdeling voor hele kleine, te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap. Tot de op tijd geboren kinderen die het moeilijk hebben gehad tijdens of na de bevalling. Janine, wat ben je precies aan het doen? We zijn hier bezig met de verzorging van het kindje. Het kindje heeft ademhalingsondersteuning. En eens in de zoveel tijd moeten we toch het neusje een beetje schoonmaken, omdat je toch heel veel slijmvorming krijgt. En anders de ademhaling wordt belemmerd. Wat voor functies houden jullie in de gaten? Sowieso liggen kinderen hier allemaal aan de monitor. Dus we houden goed de hartslag, ademhaling en zuurstofgehalte in het bloed in de gaten. Daarnaast hebben kinderen hier vaak een infuus. Dat ze extra voedingsstoffen en vochten toegediend kunnen krijgen en dat we medicatie kunnen geven. En dit kindje heeft bijvoorbeeld ook een infuus in de slagader, zodat we bloed af kunnen nemen en het kindje niet elke keer hoeft te prikken. En goed de bloeddruk in de gaten kunnen houden. Is dat niet allemaal hartstikke lastig om aan te leggen bij zo'n kleine baby? Ja, de vaatjes zijn inderdaad gewoon heel erg klein en het is inderdaad wel priegelwerk. Ja. Er staan hier best wel veel apparaten trouwens op de afdeling, hè? Hoe ben je aan die apparatuurkennis gekomen? Nou, sowieso is dat een stukje wat in de opleiding naar voren komt. En verder hebben we gewoon veel bijscholingen en van de technische apparatuur om goed op de hoogte te blijven van alles. Had jij vooraf gedacht dat je met zoveel techniek te maken zou hebben? Je kiest er natuurlijk wel bewust voor, zeg maar. Dus je weet wel een beetje wat je te wachten staat. Maar uiteindelijk, als je hier op de afdeling bent, komt er toch wel veel meer techniek bij kijken eigenlijk dan gedacht. En dat is in de loop der jaren is het natuurlijk alleen maar meer geworden. En er is ook veel meer mogelijk qua behandelingen van de kinderen. Een positieve ontwikkeling dus eigenlijk? Een positieve ontwikkeling, ja. We behandelen nu ook kinderen vanaf 24 weken zwangerschapsduur. Ja, dat is dus een beetje de levensvatbaarheidsgrens. En een aantal jaren geleden was dat eigenlijk nog niet mogelijk. Wat voor eigenschappen moet jij bezitten om hier goed te kunnen functioneren? Je moet sowieso snel en accuraat zijn, snel kunnen schakelen. Je moet leiderschap hebben, want je bent helemaal voor de zorg van een kind. Je moet goed kunnen participeren op de zorg. Overleg met de artsen, want we hebben 's ochtends altijd de visites. Maar eigenlijk de hele dag door ben je dan toch wel in een multidisciplinair team bezig om de best mogelijke zorg voor het kind te kunnen geven. Wat vind je van je team? Nou, we hebben natuurlijk best wel een heel erg vast team. Je kiest hier ook echt specifiek voor deze afdeling. We hebben een grote regio-functie, dus heel veel kinderen komen hier naartoe. Er gebeuren natuurlijk best wel hele heftige dingen hier op de afdeling. Kinderen zijn ernstig ziek, ouders zitten heel veel in onzekerheid. Soms komen kinderen te overlijden. Dat heeft best wel heel veel impact op jezelf en ook op het team. Helemaal als kinderen ook natuurlijk hier lang hebben gelegen. En dan is het soms wel goed dat je een veilig en goed team hebt waarmee je de dingen kan bespreken. En soms ook gewoon de dingen een beetje kunnen relativeren. En lol hebben met z'n allen, want dat hebben we eigenlijk ook wel. En wat betekent dit werk voor jou specifiek? Ik vind het heel mooi om de verpleegtechnische aspecten hier, om daarmee bezig te zijn in combinatie met hoogcomplexe zorg, begeleiden van ouders. Acute situaties, dat je daar op kan inspelen. Waarom is werk op de NICU zo mooi? Met name omdat het gewoon zeer divers is. We gaan mee met transporten van kinderen. We halen kinderen uit andere centra op. Of uit andere ziekenhuizen eigenlijk. We staan bij de opvang tijdens een OK. We gaan mee op transport naar MRI. Dat maakt het gewoon wel mooi werk. Wat doen we hier precies?
Ja, nou, kinderen die hebben hier ook veel infusen en de kans op infectie is gewoon heel erg groot. Dus elke 24 uur moeten we eigenlijk de infusen ook omzetten om infectie te voorkomen. En één keer in de 3 dagen wordt het systeem ook verschoond. In dit geval ben ik bezig met de arterielijn. Dat is een infuus wat in de slagader zit, waardoor we bloed af kunnen nemen en ook de bloeddruk gemeten kan worden. Het is ook belangrijk dat dat gewoon elke dag wordt ververst. Super interessant zo'n kijkje achter de schermen. Had jij verwacht dat een NICU-medewerker zoveel met tech te maken had? Ik niet.